Morgen is Zarina jarig. Van Zarina hebben jullie ook al vaker gezien in de video's. En ik ga een paardentaartje-achtig iets maken. Wat heb je er eigenlijk voor nodig? Ja, mijn vriendin Sophie is er ook bij. Wat heb je allemaal nodig? Ik ga gebruiken havermout. Je kan kiezen welke. Een banaan, maar die moet wel goed rijp zijn. Een appel. Aardbeidjes, want onze paarden vinden dat best wel lekker. En twee korstjes brood, maar echt van best wel wat oud brood. En dan moet je nog een bakje hebben waar dat in kan. Wat ik dus als allereerste ga doen, is het brood gewoon op de bodem leggen. Je moet gewoon zorgen dat de bodem like hier een beetje bedekt is. En dan ga ik dus eigenlijk gewoon de banaan snijden in stukjes. En dan ga ik even een kommetje pakken. Dus dan ga ik de banaan, en ja, en daar heb ik nog een vork natuurlijk. De banaan ga ik dan helemaal, ja zo, met je vork moet je dus helemaal pletten. Een soort van, ja, gewoon een moesje wordt. Niet heel de banaan, maar wel een groot deel, meer dan de helft. Dat je wel een beetje een moes hebt. Dat ga ik dus nu eventjes doen. Ja, zodat dat op je brood kan. Maar we gaan dus meteen nog iets speciaals daarbij doen. Niet doen. Nu hebben we die nodig. Dat we nog iets speciaals erbij kunnen doen. Dus, ik heb de banaan geplet, zoals je hier kan zien. Ja, het ziet er niet zo heel smakelijk uit. Maar dan doe je dus daar de havermout bij. En dan pak ik even nog een lepel om de havermout erin te doen. Dan doe je gewoon zo. Ik begin eens met twee lepels, twee volle koffielepeltjes. En dan roer ik dat erdoor en dan moet je gewoon kijken als dat een beetje... En in mijn geval is twee koffielepels wel gewoon genoeg. Maar soms moet er wel nog iets meer bij. Maar dat je gewoon eigenlijk zorgt dat het er gewoon een beetje zo uitziet. Dan is het goed. Dan pak ik gewoon mijn vork en een bakje met de broodkorstjes. En dan smeer ik dat gewoon zo'n beetje op het brood. Dan kan je gewoon makkelijk met een vork gewoon eventjes verspreiden. Je moet niet per se helemaal op, slecht bij mij. Ik heb nog wel wat over, dus dan heb je gewoon zo wat dit. Wat ik dus dan ga doen is, moet ik wat aardbeien snijden. Best wel kleine stukjes en dan doe ik die er ook gewoon mooi op. En dat doe ik gewoon met een paar aardbeien, totdat je gewoon een beetje vindt dat er genoeg aardbeien op zijn. Het moet niet helemaal bedekt worden met aardbei, maar wel zo af en toe een stukje aardbei. En dan krijg je dus dit. Wat ik dan ga doen is de appelpakje. En ik ga wel iets vrij speciaals doen met mijn appel. Ik ga even proberen het zo goed mogelijk te kunnen laten zien. Oké, dus je hebt je appel. Ik heb die gewoon gewassen. Ik ga die ook niet schillen. Dus je snijdt die gewoon door midden. En doe je ook gewoon zo en doe je het klokhuis er mooi uit. En dan heb je dus dit. En dat doe ik nog eens door twee, want dan heb je eigenlijk een soort van
een wand, zullen we maar zeggen. Heb je dus dit, als een soort van wand. En die plaats je dan gewoon zoals wand, gewoon ertegen. En dat kun je ook met dit rondje nog doen. En zo doe je dat eigenlijk gewoon met heel je appel een beetje. Maar ik ga waarschijnlijk wel niet heel de appel gebruiken, maar een halve appel of zo. Omdat het anders wel een beetje heel veel is, omdat het maar een taart is voor één paard. Omdat, Chanel die mag dat toch niet echt met haar insulineresistentie. Dus, is dat ook niet zo heel handig. Ja, en Sarina is wel een grote eter, maar ook weer niet zo'n grote eter om het allemaal één keer op te eten. Ik doe ook gewoon goed het klokkenhuis gewoon er netjes af. En de overschot verwerk ik nog altijd in mijn taart. Dan heb ik dus eigenlijk een soort van een klein muurtje rond mijn taart. Dat je zo kan zien. Dat je zo kan zien. En dan hebben we dus een muurtje al. En wat ik dan nog ga doen is die banaan nog even pakken. En dan snij ik daar gewoon nog een beetje kleine schijfjes. En doe ik die nog eens door twee. En doe je gewoon nog wat kleine stukjes banaan erop. Ik doe er niet te veel op, omdat er toch al best wel veel banaan in zit. Maar gewoon een klein beetje. En trouwens, Chanel die krijgt ook nog iets lekkers. Maar we gaan waarschijnlijk gewoon een worteltje of zo voor haar meepakken. Aangezien dat fruit ook niet heel erg goed is voor haar. Met haar insulineresistentie. Maar ja. Oké, en dan hebben we dus ook nog wat bananen eraan toegevoegd en zo. Het begint er wel mooi uit te zien. Dan kan je ook nog kiezen. Dan ga ik er waarschijnlijk nog een klein beetje havermout over doen. Gewoon omdat ik denk wel dat ze dat lekker gaan vinden. Als afwerking. Als ze dat niet lekker vinden, dan moet je het er ook niet in doen. Maar je kan ook nog wat andere noten erover doen. Paarden houden ook heel veel van noten, maar dat is eigenlijk een beetje jouw eigen keuze. Dan eigenlijk is het taartje gewoon klaar. En dan kan het gewoon in de frigo. En ik doe ook het dekseltje erop. Wat je met de overschot kan doen is je kan het je paard bijvoorbeeld geven. Wij gaan deze appelsaus meepakken. Een stukje banaan ook en een beetje wat aardbeien. En dan krijgen ze dan ook gewoon. Dus is gewoon helemaal oké. Dus we gaan dit even in de frigo zetten. En dan moet het gewoon een nachtje in de frigo. Dan trekt alles lekker in. Je kan er ook nog honing en zo bij doen. Maar dat had ik niet, had ik gezien. En appelsap en zo is ook niet goed voor paarden. Dus dit is het taartje. Ik, het heeft niet echt een recept. Het zijn gewoon ingrediënten die je nodig hebt. En je mag zelf kiezen hoeveel je ervan gebruikt. Je kan ook gewoon zeggen, ik doe deze hele banaan er nog bij. Ik doe nog meer aardbei erbij. Havermout. Ik doe er meer havermout bij of van dit. Het kan allemaal. Mag je zelf kiezen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Tot de volgende keer.